Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 17 hier in Mexico. We naderen het einde van het seizoen. I know these kinds of decisions can be challenging, but I think en we hebben iets geaccepteerd wat gewoon goed is voor het team zelf. Hebben wij de vorige aflevering in de Verenigde Staten gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien? Het kan recht moet het ietsje, klik erop dat jullie aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. De vorige race was heel goed verlopen, we waren P6. En er zijn een aantal updates binnengekomen van de auto. Dus dat moet ons wat meer richting het middenveld zien te brengen. Vanaf seizoen 2 komt er een regulatieverandering. Dus daar moeten we nu ook gaan kijken. Een beetje naar de rijdersmarkt te kijken. Schumacher, Senna, Rosberg, Button en Massa zijn nog beschikbaar. Maar goed, daar hebben we geen geld voor. Dus helaas Pindakaas resultaten. We waren zesde in de vorige race. Ja, en we klimmen richting Sebastian Vettel. Marcus Armstrong heeft 2 punten voor ons gepakt. Christian Lundgaard dus niet, maar die is dus weg. Nikita Mazepin gewoon als laatste. Dus Lundgaard heeft het toch nog goed gedaan. Statistieken. 48 punten in totaal. 1 podiumfinish in ons debuutseizoen. Dus dat is heel goed om te zien. Er komen een aantal updates binnen. As we continue to increase our acclaim, more potential partners become willing to work with us. We kunnen nu blijkbaar een nieuwe sponsor gaan toevoegen, alleen dat heb ik al gezien. En daar is volgens mij een sponsor al aan toegevoegd. Kijk maar. Okay, I need your attention. The tech regulations are changing. There's a risk some of our hard work will be undone, so we need to mitigate it. As soon as you can, I want you to look at the developments we have and tell us what areas you want to invest in. Ja, dat bedoel ik dus. Een regulatieverandering in seizoen 2. We moeten zo meteen even kijken wat er wordt aangetast aan die verandering. Heel veel updates gewoon compleet. Dus dat is goed om te zien. Dus dat betekent dat de auto alleen maar beter en beter wordt. Regen in Q1, 2 en 3. Droog in de race. En dan zou ik zeggen, laten we ons gaan voorbereiden voor de kwalificatie. Dit zijn de veranderingen die dus er gaan. Chassis en de betrouwbaarheid, maar goed, we hebben genoeg resourcepunten om dat allemaal te kunnen dekken. Nu eerst de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Bewolkt hier in Mexico. Er is regen voorspeld in Q2 en Q3 volgens mij. Weet ik niet zeker of dat in beide gevallen is of alleen in het laatste deel van de kwalificatie. Maar goed, we komen over start-finish, gaan een tijd noteren. We weten wel dat wij het hier misschien lastig kunnen krijgen vanwege de Renault-motor die niet snel genoeg is op het rechte stuk. De eerste twee bochten nemen wij gewoon goed. Mick Schumacher met een 1.17.6 de snelste tijd in Q1 voorlopig. George Russell met een 1.16.0. De snelste tijd dit keer. Komen aan bij start-finish. De laatste bocht. En dan zetten wij een tijd neer van een 1.16.1 op P2. Op 19e van Daniel Ricciardo. En dat is goed genoeg om door te kunnen komen na Q2. Op 1,6 seconden van Valtteri Bottas. Dat is geen probleem. En Marcus Armstrong is ook door. Hij volgt op 1,7. En dat is heel knap van de Nieuw-Zeelander. Echt heel knap dat hij dat kan. Van de Kiwi, zo noem ik hem. Heel knap. Maar Q2, regen op de intermediates. We moeten ervoor zorgen dat we de auto niet kwijtraken. En hier misschien een topkwalificatie kunnen neerzetten. Het zou wel heel vet zijn als dat gaat gebeuren. Komen bij start-finish. DRS niet geopend vanwege de weerssituatie. En nu merk je ook dat wij op het rechte stuk heel veel te verliezen hebben.
Ik heb ook voor een downforce setup gekozen, dat we gewoon snel zijn in de bochten. Want dat is ons sterkste punt. Het rechte stuk is ons zwakste punt van allemaal, dus daar moeten wij aan gaan werken in seizoen 2. We komen aan bij het stadiongedeelte. En dan is het hier gewoon het hoofd koel zien te houden, geen fouten maken in Q2. Jazeker, gewoon alles netjes genomen. En dat is goed om te zien. En we zetten een tijd neer van een 1.27.3. Op P6 voorlopig, dus dat is goed om te zien. P16 staan wij, want Marcus Armstrong is sneller gegaan. Dus we gaan onze tweede run in Q2. Weer op een set Intus. Dus dat belooft nog wat. En kijken of we misschien toch door kunnen komen naar Q3. Het zou wel heel vet zijn als dat gaat gebeuren. Groen bij de Delta. Dus dat is alleen maar positief. 2 minuten nog te gaan en dan zit deze kwalificatie sessie er alweer op. Dus we moeten alles geven. Beetje blokkeren, maar dat is geen probleem. Nog 1 minuut en 30 seconden op de klok. Deze bochten nemen wij heel goed. 1,5 seconden los van onze eigen tijd. En we springen naar een P6. Op 15e van Valtteri Bottas. En we zijn door naar Q3, mensen. Het is gewoon gelukt. Op 18e van Valtteri Bottas. Sorry, van Lewis Hamilton. Bottas naar P6. Maar wij zijn door naar Q3. En Armstrong pakt P15. Dat is heel knap. Heel erg goed gedaan van ons team. Maar dan. Helaas. Een fout. Dat duurt ongeveer 40 seconden. Hope you're sitting comfortably, mate. We've got a sensor issue. And we're gonna be stuck here for a while as we fix it. Jeff zegt een sensorprobleem. Oké, dat geeft misschien aan dat we te veel over de curbs rijden. Want dat is meestal het probleem bij dit soort dingen. Dus we moeten het gaan doen met één run. In de regen. Op de intermediate. P10 met geen tijd. Iedereen gaat nu uit de pitstraat. We warmen de achterbanden gewoon goed op. We hebben van niemand last. En gaan onze laatste run. Onze enige run in Q3 in. Met nog ongeveer 50 seconden op de klok. De rest heeft allemaal een tweede run gedaan, zie ik. Of misschien 3. Ik noem maar wat. Eerste bocht nemen wij gewoon heel goed. ABS staat uit trouwens. Dus ik kan hier gewoon een wiel blokkeren. Schieten daar per ongeluk iets te ver door. Ik had helemaal dat verkeerd ingeschat. Ja, die bocht kan ik gewoon niet halen. Sorry, maar ik kan die bocht niet halen. En moet het dus even op zo'n manier doen. Excuses daarvoor. De vlag hangt uit. Overstart finish. En waar zijn we dan beland? Waar zijn we beland? Dat is de vraag. De witte Red Bull van Perez die we hier volgens mij rijden. En wat is het geworden? Het is een P6 geworden. Op 14e van Valtteri Bottas. Verstappen op P2 op een 10e. Charles Leclerc naar P3 op 2/10e. Perez helaas P4. De thuisveld is daar niet blij mee. Maar wij zijn wel blij met een P6. Dat is goed gedaan. Op naar de Grote Prijs van Mexico. Voor carrière aflevering 17. Here we go then, it's time to race in Mexico City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid. And what of the Honda powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? The Autodromo Hermanos Rodriguez, 2.6 miles of track that allows drivers to take full advantage of their cars, reaching speeds in excess of 220 miles per hour, and providing lots of opportunities for overtaking. The circuit features 17 corners, 10 to the right, and the remaining 7 going to the left. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen.
Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, Lewis Hamilton, the Professor, Sainz, Gasly, Norris, and Lance Stroll, Vettel, Armstrong, Esteban Ocon, and Giovinazzi, Raikkonen, Russell, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin, Fernando Alonso, Latifi, Ricciardo, and Yuki Tsunoda. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Op de mediumband gaan wij starten vanaf P6. Medium, soft, soft is de strategie. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor, carrière aflevering 17 hier in Mexico. We zijn er klaar voor. De lampen gaan dus aan voor de grote prijs. We starten op P6 volgens Lewis Hamilton. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg naar Lewis Hamilton. Hebben hem ook al gelijk te grazen. Maar die Mercedes is sneller dan ons. En hij komt gelijk terug. Ook Carlos Sainz valt aan bij ons voor P7. Hamilton zit ernaast. We maken een divebomb naar Sainz. Raken Charles Leclerc een klein beetje. Maar dat is geen probleem. Bottas en Leclerc hebben het met elkaar aan de stok. Bij de Red Bulls zijn goed weggekomen van Verstappen en Perez. We kunnen hier misschien kijken. Kruisen achterlangs misschien. Bij Bottas of bij Leclerc. En Leclerc is gezien. Voor P4. Dus dat is uitstekend. Twee plekken gewonnen bij de start. Hopelijk kunnen we naar het podium zien te gaan. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als Charles Leclerc opnieuw een aanval probeert. Maar wij blokkeren hem stevig. Ook Lewis Hamilton kijkt voor die plek. Hamilton zet hem ernaast, maar ook Leclerc aan de binnenkant. Maar wij houden hem gewoon stevig vast. Een incident op de baan was er. Een Williams is naar binnen gedoken voor een nieuwe neus. De grote prijs is lang. Nog 34 rondes te gaan. En Sainz en Hamilton knokken voor P6. Verstappen, Perez en Bottas zijn van ons weggereden. Dat kunnen we denk ik niet meer goed maken, deze wedstrijd. Dus we moeten ons focussen op P4. We gaan ook langer door dan de rest. Maar we hebben het wel lastig bij die S-secties, want Charles Leclerc kan niet terugkijken. En terug aanvallen is er voorbij. Voorlopig, maar we remmen als laatste van de twee. Duwen Charles Leclerc daar wijd. En dat is nog steeds P4. Herhaling van de start voor de grote prijs van Mexico met Valtteri Bottas op pole position. Verstappen op P2. De lampen sprongen uit en we waren onderweg. En gelijk waren die Red Bulls beter weg. Ook Carlos Sainz was goed weg. Het is daar bijna vier dik. Maken daar een divebomb en raken Charles Leclerc. Bottas heeft die plek verloren aan de beide Red Bulls. Die gaan er als een speer vandoor. Nog steeds in die witte liveries. Daar knokten Leclerc en Bottas met elkaar. Wij keken hier dan naar de binnenkant. En dat lukte ook. En die plek was van ons. P4 was dat dus. En dat was goed om te zien. Dit was een herhaling in ronde nummer 2. Wat Charles Leclerc zag, die moest even liften. Ja, wij blokkeren hem gewoon. Het is hard tegen hard. En ook Lewis Hamilton keek. Oh, Lewis. Oppassen, jongen, oppassen. Dan is het hier in één keer drie dik. Jazeker, Hamilton moest daar even opzij. We zijn aan boord bij Charles Leclerc. Maar die kan daar niet aanvallen, want wij toppen hem gewoon af. Oftewel, we snijden zo hard naar binnen dat Leclerc wel moest remmen. Daar zit dan Carlos Sainz te kijken bij Lewis. Oh, lukt dat? Het is heel erg close tussen die twee. Maar Sainz weet die plek te houden. P6 voor de Spanjaard. En
wij nog steeds op een P4. Dit was dus in ronde nummer 2. Max Verstappen zet de snelste race ronde neer met een 1.17.2. Die is gewoon weggereden samen met Perez en samen met Valtteri Bottas. DRS is beschikbaar gesteld en Charles Leclerc probeert het daar gewoon aan die buitenkant. Wij gooien overtakenknop aan om terug te komen. Beetje wielbengen tussen ons tweeën. En we remmen als laatste en duwen Charles Leclerc daar gewoon wijd. En dit mag allemaal, want dit gaat om een plek. P4 dus. In ronde nummer 3 van de wedstrijd. Leclerc kan hier weer terugkomen. Tweede DRS gedeelte. Kijkt er naar de buitenkant. En ook Carlos Sainz zit daar te kijken. En het was daar 3 dik. Het is daar zelfs 3 dik tussen Hamilton, Leclerc en Sainz. Wat een geweldige strijd hier in Mexico. Ongelooflijk dit. Hamilton pakt de plek van Sainz af voor P5. Maar Sainz kan terugkomen. Hamilton weer naar P5. Het is echt stuivertje wisselen tussen die twee. En we gaan ronde nummer 4 alweer in. En Lewis Hamilton zit te kijken. Maar wij blokkeren hem. Hij is er voorbij. Voor P4. Maar we remmen laat. Heel laat. Komen van veel te ver. Raken Lewis Hamilton. Maar het is nog steeds P4. In ronde nummer 4. Dat is goed om te zien. Hamilton kan hier ook niet terug aanvallen. Groen in sector 1, 4. Sorry, een tiende sneller. Ik dacht 14e, maar het was een tiende. Hier dan even die herhaling van de strijd met Sainz, Leclerc, mijzelf en Lewis Hamilton voor P4. Wij blokkeerden Charles Leclerc. Sainz keek daar naar de buitenkant. En het is daar gewoon 3 dik tussen ons drieën. Ook Hamilton kijkt daar. Volgens mij wordt daar een McLaren helemaal afgeremd. En Marcus Armstrong rijdt in de punten. Dit ziet Charles Leclerc. Wij blokkeren hem stevig. Raken hem ook. En Sainz zit daar in één keer aan die buitenkant. En wij sturen gewoon als laatste in. Leclerc was die auto daar bijna kwijt. Maar het is gelukkig goed afgelopen. Dit ziet Carlos Sainz. Of dit zag Carlos Sainz in ronde nummer 6. Hij ziet daar Charles Leclerc aanvallen bij ons. Dan is daar gewoon 3 dik in die eerste bocht. Leclerc rijdt tegen Sainz aan. Hamilton zit daar ook in één keer te kijken. Maar Sainz remt dat gat gewoon helemaal dicht. Alhoewel Hamilton kon daar ook kijken. En Marcus Armstrong rijdt in de punten. Lando Norris. Dit keer aan de buitenkant. Remmen wat later dan de jonge Brit. Laten hem staan. En het is nog steeds P4. Verstappen leidt nog steeds de wedstrijd. Perez naar P2. Bottas naar P3. 2,8 seconden is het gat naar Marcus Armstrong. Ze rijden op P7. We schieten een klein beetje door. Norris kan dan kijken naar de buitenkant. Maar dan moet die plek helaas opgeven. Want wij sturen gewoon in. Wij moesten zelfs insturen. Anders raakten we Norris. Armstrong naar de punten. Dat is goed om te zien. We rijden op dit moment op een dubbele puntenfinish. Dat is heel knap. S-secties nemen wij gewoon goed. Hebben we wel een klein beetje last van onderstuur. En Norris kan het hier dan proberen. Naar de buitenkant. Dat lukt net niet. Want we duwen hem daar gewoon wijd. En dat is nog steeds P4. Ronde nummer 6 is het. En Norris zit daar weer met een aanval. Aan de buitenkant is er voorbij. Ook Pierre Gasly probeert het. Naar de buitenkant. We remmen wel het gat naar Gasly dicht. Maar niet naar Norris helaas. P5 is het op dit moment. Nog steeds punten. Gasly kan terugkomen. Die komt ook terug. We sturen wat naar hem toe. Schieten wat door. Maar dat is nog steeds P6. Armstrong naar P7. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Daniel Ricciardo valt misschien bij ons aan. Norris is weggereden. Ricciardo kan hier niet aanvallen. Tot nu toe is het goed. Tot nu toe is het helaas niet goed, want de motor begeeft het.
return to the pits. De motor begeeft het. Ik moest even op de tafel slaan. We zijn uitgevallen. We zijn uitgevallen. De motor begeeft het. Helaas, een onderdeel is kapot. Weer geen punten. Weer door een motorprobleem. Net als in Italië. Zo zonde dit. Dit is zo zonde. En dit is gewoon weggegooide punten. Jammer, jammer, jammer. Het enige wat we kunnen doen is uithuilen en opnieuw beginnen in Brazilië. Jammer maar helaas. Het zit ons niet mee. Helaas. Jammer. It's a performance to be proud of from our Mexico City Grand Prix winners. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. Max Verstappen wint de wedstrijd in Mexico, pakt ook de snelste race van het punt. Bottas naar P2, Perez naar P3, Ricciardo krijgt driver of the day van Anthony Davidson. Marcus Armstrong pakt helaas geen punten, jammer maar helaas. Wij vallen uit samen met Fernando Alonso en Verstappen heeft een voorsprong van 16 punten. Red Bull een voorsprong van 65, dus Verstappen kan het WK al ruiken. Dus dat wordt nog bloedspannend. Helaas vielen we uit in deze grote prijs. Jammer maar helaas. We hadden gewoon belangrijke punten kunnen scoren voor het team. Maar ja, het mocht niet zo baten helaas. Heb jij toch genoten van deze video? Beloon dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje als je geen enkele afleveringen van mij mist. Like die als je hem leuk vond. Dislike me als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media en mijn gebruiksnaam in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder in Brazilië.